Als je mij een beetje kent, dan weet je dat ik dol ben op mooie plekjes vinden. Ik ga maar al te graag op jacht naar een goed huisje of een hotel. Maar zet mij in een huis in het bos en ik ben blij. Ik ben een tevreden mens. Ik kreeg een mailtje van Natuurhuisje, de website. Of ik zin had om een paar nachtjes te verblijven in een van de huisjes van hun site. Mocht je niet kennen, je kan dus bij hun huisjes huren in de natuur. En voor elk huisje dat wordt geboekt, gaat er ook geld naar een natuurproject. Uiteraard wilde ik dat. En dan niet in mijn eentje, met mijn kleine gezinnetje, of course. Dus er werd een huisje geboekt aan de rand van een bos in Eihorst op de grens tussen Drenthe en Overijssel. We hebben onze auto zo volgeladen dat het leek alsof we een maand op vakantie gingen, maar het was eigenlijk 2,5 dag. Maar wel de eerste keer dat we zo lang met Zeki ergens naartoe gingen, dus het was even wennen. Maar goed, auto ingestapt, tegen de 2 uur gereden en toen waren we er. Daar zijn we. Het is een huis in een klein vakantiepark. We zitten zeg maar aan de rand van het park. Wij willen ook even hallo zeggen. Hallo. Oh. Oh, het is best groot nog. Wij gaan eerst onze mega overbeladen auto uitladen. Het lijkt net alsof we een maand op vakantie gaan. Of we gaan op de bank zitten en Zeki gaat de auto uitladen. Ja, doe jij het maar eens een keer, Zeki. We zijn gesetteld. Het is echt een leuk huisje. Leuke indeling en schattig. En de keuken is zo leuk. En boven is er zelfs een bedstee. Het wordt nu al donker. We gaan morgen natuurlijk eventjes hier de buurt verkennen. Maar ik denk dat we voor nu lekker binnen blijven. Lekker gaan koken. En de avond hier spenderen. Ik heb al wat kaarsjes aangezet. Aansteker is op. Ik merk dat het ingesteld is op gezelligheid, dit huis. Ik vind het heel leuk dat we weg zijn. We zijn natuurlijk wel al naar een hotel geweest met z'n drietjes. Het voelt echt iets meer als een uitje. Ik heb er heel veel zin in. Ik heb een 6-spits fornuis. Volgens mij heb ik daar nog nooit op gekookt, op een 6-spits. Welkom toe, MTV Cribs. Ik heb een 6-spits fornuis. Wat heb jij dan? De kookprinses in mij is zeer enthousiast. Maar ik ben enthousiast omdat we dit hebben. Open haard. Waarom zit er een scherm voor de tv? Zodat als je hier zit en je wil dat zwarte beeldscherm niet zien, dat je hem dan kan bedekken, denk ik. Ik denk dat dat het idee erachter is. Of misschien is het niet de bedoeling dat je tv kijkt. Jawel, want het stond in de advertentie dat er Netflix is. Oh, wat bedoel je met... Ja, maar nu ik die achter Netflix doet, krijgt het gelijk een andere betekenis. Who knows? Even een snelle foodshop look. Ik vond deze bij de Co-op, ook een supermarkt waar ik al een jaar niet geweest was. Gewoon Sky Mix. Vegan! Heel vaak van dit soort chipjes. Met zo'n uiensmaak en zo zijn niet veganistisch. Dus ik ben erg blij. Brood. Pistachio's. Pesto kaas voor Mert. Och, dit ziet er lekker uit. Celery salade voor mij. We hebben drankjes. Coca-Cola cherry voor Mert. Ginger beer voor mij. Dit moet heel snel in de koelkast. Sujuk moet in de koelkast. Oh nee. Ik had nog allemaal dingen van thuis meegenomen. Helemaal vergeten. Ik heb cookie dough meegenomen. Beste paaseitjes van de wereld, van de Lidl. Een van de belangrijkste dingen van een tripje is goed eten. Bij weg van huis zijn hoort snacks. Deze is ook te gek. Zo lekker. 5 uur. 5 uur. Ik word gebeld om te skaten bij de skatebaan, vlak bij de stad. Maar van Zeki moet ik de aarde beschermen tegen wezens van buitenaf. Jij moet slapen, Zeki. Je afvragen hoe doen jullie dat als jullie ergens anders zijn met Zeki en eten. Ik doe natuurlijk thuis de wrapping methode, maar als we weg zijn dan doe ik gewoon lekker makkelijk. Wel geprakt of gepureerd. Ik heb nu zoete aardappel geprakt. De allereerste keer dat hij dat gaat proberen, dus ik ben echt super benieuwd wat hij vindt.
kan niet anders dan dat je dat lekker vindt. We hebben super lekker gegeten. Dit is een pindastoof, Singalese pindastoof. Ik heb dat recept wel eens vaker gemaakt. Ik zet hem wel even in de beschrijving voor jullie. Echt heel makkelijk. Eén pans gerecht, daar ben ik altijd fan van als ik niet allemaal verschillende pannen hoef te gebruiken. Wat ik zo chill vind aan zo'n huisje tegenover een hotelkamer of zo, is dat je ook gewoon zelf kan koken. Dat je wat dingen in de koelkast kan zetten. Geeft altijd een toch iets huiselijker gevoel. Hij heeft allebei zijn eigen charme. Ja, kijk, hotel is gewoon chiquer of zo. Is gewoon luxer gevoel. En dit is huiselijker. Ga je vuur maken? Ja, ik ga vuur maken. Het is de eerste keer dat Tiki vuur gaat zien, denk ik, toch? Als ik wel eens kijk naar huisjes, dan kijk ik speciaal voor Mert altijd naar of er een open haard bij zit. Wow, je hebt de lichtknop gevonden! Wow, de lichtknop zit in de kast! Ik heb echt lang gezocht. Ja, en ik wil even kijken naar al deze spellen, want er liggen allemaal spellen. Mert zei net dat hij met mij een puzzel wil maken, ja. Ik weet niet hoe enthousiast ik daarover ben. Hé, hey, net zei nog, het allerliefste wat ik in mijn leven wil is een puzzel maken. En nu de camera aanstaat... Dat zei ik absoluut niet. Wie heeft het geduld voor een puzzel? Laat het me weten in de reacties als jij zo iemand bent die geduld heeft voor een puzzel. Laat het me ook weten als je niet het geduld hebt. Want ik wil weten of ik in de meerderheid of in de minderheid ben. Nee, wacht. Laat me weten in de comments van deze spellen die je hier ziet. Welke zou je spelen? Mijn favoriet zal toch wel zijn dan Party & Co, denk ik. Monopoly sla ik ook nooit af. Kolonisten van Catan hoor ik altijd heel veel goeds over. Heb ik zelf nooit gespeeld. Dit ken ik ook niet, dit ook niet. Zeeslag wel. Is ook leuk, maar is gewoon normaal leuk. Denk ja, Monopoly en deze zijn dan mijn favorieten. Oh, oh. Oh. What the ah. Holy shit, er kwam een... What the fuck? Hier zo. Ons kind besluit gewoon aanstalten te maken om te kruipen als we op vakantie zijn. Dit heb je thuis nog nooit gedaan. Zeker slaapt en wij gaan Memory spelen. Geen puzzel. Ik wierp nog eens een blik op die voorkant en het was zo'n uitgebreide puzzel met kleine details. Ik dacht, daar ga ik niet gelukkig van worden. Maar, Memory? Ik denk dat we die echt wel binnen 5 maanden klaar hebben. Memory heb ik echt lang niet gespeeld. Volgens mij heb ik het überhaupt nooit met jou gespeeld. Het is een soort van natuurbeelden Memory. Charlie Harper Memory Game, dat is een... Dit wordt zo... Ik weet nu al dat ik hier niet goed in ga zijn. Vroeger was ik hier wel altijd goed in. Ik slaap te weinig tegenwoordig om hier goed in te zijn. We slapen te weinig sinds we ouders zijn. Maar? Oké. Okay. Maar? Weinig slaap is ook goed voor je. Want dan maak je meer mee van de dag. Nee, ik maak meer mee van de nacht tegenwoordig. Ja. Nou, ik zei eigenlijk gisteren, laten we vroeg opstaan en genieten van dat we in het bos zitten en gewoon echt de ochtend goed benutten. Maar toen hadden wij een nacht, ja, wat voor waarbij nacht. Iemand niet sliep, we noemen geen namen. Ja, maar het was heel zielig. Ik denk dat hij kramp had. Echt ontroostbaar. En dat was een uur nadat wij naar bed gingen en hij sliep pas weer om 4. Dus... Wij ook. En daar, zelfs daarna bijna elk zeker kwartier tot half uur wakker. Dus vandaag gaan we het bos maar eens even ontdekken. Misschien gaan we nog even naar Meppel. Dat is de dichtstbijzijnde stad hier. Ik denk dat we wel een kopje koffie verdiend hebben, Mert. Ik ga zo. Weten jullie nog dat ik was gestopt met cafeïne? Niet veel meer van over.
Laat ik het zo zeggen. Oh, wel, jawel, je doet nog goed. Er gaat nu wel weer bijna elke dag een kopje koffie met cafeïne in. Als je niet slaapt, is dat wel een beetje een benodigdheid. Alle andere ouders die nu hun kind rond de 7 maanden is, hadden gedacht dat ze wel wat meer slaap zouden hebben. We feel you. Jullie zijn niet alleen. Shout-out naar alle moeders. Jullie doen het zo goed. Oude moeders, tienermoeders, shout-out naar jullie, man. En alle vaders. Ja, precies. En ook alle, heel veel goede mee. Alle oude vaders, alle jonge vaders, alle tienervaders. Slaap. Ja, ook shout-out naar alle papa's. En nu wil ik koffie. Oh my god, kijk die kat. Gedoucht en wel. En wij gaan een boswandeling maken, want het is zulk lekker weer. En vanaf dit huisje loop je dus echt zo een bospaadje in. Ik zal het zo laten zien. Heel veel zin in. De zon schijnt zo mooi door de bomen. Prachtig. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. All the good times just begun. We know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Oh, you and I, we got it. We zijn in Meppel en ik heb net wat te eten gehaald bij een zaakje zoet met heel veel vegan opties. Bijna alles was vegan. Ik heb een wrappie en een brownie. En ik had een hele sikke warme chocolademelk met allemaal dingen erop. Echt fantastisch. Ik, als ik het woord vegan zie, dan ben ik echt getriggerd. Dan ben ik zo getriggerd gelijk, maar ik zie hier iets. Vegan. Bij een snackbar. Ja, ik denk niet dat ze allemaal. Ik denk niet dat ze allemaal vegan zijn, maar we kunnen wel kijken. Ik heb iets gevonden wat ik nog nooit heb gezien. Ik heb dus iets gevonden waar ik nog nooit van heb gehoord. En dat is best knap, want ik heb het gevoel dat ik best wel goed op de hoogte ben van alle vegan snacks en dat soort dingen. Maar dit zijn baltiballen. En dat zijn dus een soort van bitterballen, maar dan gevuld met een soort van Pakistaanse curry. En ik ben zo benieuwd. Het zijn ook allemaal verschillende soorten. Ik krijg jullie even een mini review. Deze is een beetje pittig. Het zijn gewoon dit soort vullingen. Oh. Deze is heel lekker. Dit smaakt een beetje naar groene curry. Deze is een beetje raar. Het had ook broccoli nuggets. Ja, ik zag het. Daar had ik dan weer minder zin in. Zo is het alsof je een hoedje hebt. Nee, zo. Dank je wel. Iemand is wakker na bijna 2 uur. Gaan we tot slot nog eventjes nieuw hout halen bij het welkoop. Want Maart moet natuurlijk wel weer vuur kunnen maken vanavond. Maar het hout is op, dus even nieuw hout halen. Wat zijn dat? Wat zijn dat allemaal? Kaviaars! Dat is leuk! Nou,
vanavond eten we een salade met geroosterde wortel en bonen. En ik bestel ook wel eens Marlies-Poen recepten waar dan bijvoorbeeld kaas bij zit. Dat eet Mert namelijk wel. En dan neem ik gewoon voor mezelf veganistische vetten mee. Ik denk dat het heel lekker wordt. Heel veel verse kruiden zitten erbij. We hebben ook nog eten van gisteren over, dus dit komt helemaal goed. CK heeft ons een cadeau gegeven vanmorgen. Namelijk uitslapen tot 9 uur. Wel met minstens 7, 8, 9 keer wakker worden tussendoor. Maar uitslapen tot 9 uur. Dat is lang niet meer voorgekomen. Wel, het ritme van de rest van de dag fokt op, maar... Nou, we blijven positief. Hebben. Ja, het voelt wel lekker. We moeten hier over 2 uur ongeveer weg. We hadden zoveel geluk met de dag gisteren, Mert. Vandaag is het weer echt somber. We hebben echt 1 zonnig dagje gehad in de tussentijd. En die was speciaal voor ons. Dit is ook mooi. Gaan we naar huis? Ja. Of gaan we eerst nog even naar de kinderboerderij? Volgens mij heeft mama daar meer zin in dan jij. Maar op een dag, jij ook. Achterlaten zoals we het gevonden hadden. Maak wel eens grapjes over dat we in hotelkamers, dat Mert het hele bed gaat opmaken. Dat we altijd plekken achterlaten zo netjes dat je bijna niet kan zien dat er daadwerkelijk iemand geweest is. Maar goed, dat is dan weer fijn voor degene die hier nog een beetje moet poetsen. We gaan er vandoor. Dit was ons natuurhuistripje. Zeg maar dag. Besef wat voor zieke trip dit is. Je bent een baby, je hebt nog nooit zoiets gezien. Opeens zie je zo, kom je erachter dat er nog andere levende wezens op dit planeet zijn. Behalve levende mensen. Elke keer zie ik geiten en dan komen we er niet bij terecht. Het is echt een doolhof hier. Het is wel echt een hele leuke, mooie kinderboerderij. Maar Mert zit elke keer tegen mij te zeggen dat het met de geiten is afgesloten. Ja, en je zit mij te flashen. Nee. Nee, je zit mij gewoon te pesten. Oh, ik zie ze. Wat is dat nou hier? Naar het boshuisje. Ik hoop dat je het leuk vond om te kijken. Ik hou van deze vlog omdat het echt dat super knusse, wholesome gevoel dat we daar hadden heel goed laat zien. Het was toch een beetje onze eerste mini-vakantie. Dus dat is heel leuk. Mocht het dus nog niet duidelijk zijn, wij zijn uitgenodigd door Natuurhuisje om hier te komen slapen. Dus we hebben dit gekregen. Thanks daarvoor. En jij bedankt voor het kijken. Als je dit soort vlogs leuk vindt om vaker te zien, laat het me weten. Ik heb geprobeerd er iets leuks van te maken. Ik hoor heel graag wat je denkt. En ik zie je graag bij de volgende. Ciao!